Laatst lukte het me niet om mijn telefoon op te laden uit het niets. En ik dacht van ja, shit, die is kapot. Maar toen kwam iemand met de tip om even de poort, waar de oplader in gaat, deze hier, even schoon te maken met een tandenstoker. En toen ik dat deed, schrok ik eigenlijk wel, want er kwam enorm veel troep uit. En toen ik dat had gedaan, toen laadde hij inderdaad weer op. Dus mocht je dit probleem ook hebben, raad ik je aan om even een tandenstoker te pakken. En even goed, een beetje voorzichtig natuurlijk, te schrapen voor vuil. Hier moet je kijken bijvoorbeeld wat hier nu al uitkomt, een dikke pluis. Doe dat even een paar keer, haal dat. Hier nog meer. Het is eigenlijk ongelooflijk hoeveel vuil er in komt. Ja, het heeft natuurlijk te maken met het feit dat die de hele dag in je broekzak zit. Ja, ik heb er nu even een paar keer ingeprikt met de tandenstoker. Moet je kijken. Er komt gewoon een heleboel stof uit. Als je dit hebt gedaan, dan kan je gewoon weer opladen. 9 van de 10 keer is dit de oplossing voor een telefoon die niet meer wil opladen. Of heel moeilijk doet met kabels en zo. Het ligt niet altijd aan de kabel. Vind je deze video nou handig en wil je vaker van dit soort dingen zien? Vergeet je dan zeker niet te abonneren. Deel het met je vrienden. Laat even een reactie achter. En vergeet ook absoluut een duimpje omhoog te geven. Daar doe je ons veel plezier mee. En tot de volgende keer. Dat is handig.